Op 6 en 7 juli werd in Liemt op 14 locaties gegraven naar sporen uit het verleden. Het onderzoek werd uitgevoerd met inwoners uit Liemt onder deskundige begeleiding van archeologen van de Universiteit van Amsterdam en organisator KEK Liemt. Ik ben nu in de hoek hier een putje aan het graven om te kijken hoe diep de onverstoorde laag hier zit. Want dat hier dus een akkerdek zit, ja, dat was even een verrassing. Dat zou betekenen dat een opgraving hier toch wel gewenst is. Er is een vond en dat is ongeveer 15e eeuws. Het is Siegburg, dat weet ik, met die duimindrukken hier. Wat is Siegburg? Dat is een dorpje bij Keulen en daar werden die potten allemaal gebakken. Deze worden gewassen, gedetermineerd. Dus ze worden allemaal ook uitgelegd van uit welke eeuw ze komen, uit welke put en uit welke laag. En vervolgens gaan ze ook in het depot. En dat zal waarschijnlijk het provinciaal depot worden, want zo werkt dat over het algemeen. En ga jij actieonderneming hier? Ja, we gaan hier wel kijken van is hier nog meer mogelijk te vinden. Want in het kader van de bebouwing is dat natuurlijk noodzakelijk. Volgens mij zijn er al wel een keer proefputjes gemaakt. Maar het punt is natuurlijk dat we een geel zandlaag aangetroffen hebben. Maar dat daaronder nog meer zat. Want dat was maar een schijn geel zandlaag. Omdat daar natuurlijk veel beroering is gekomen. Dus het echte oudste gedeelte zit daaronder. Ja. Dus je kan als je zo achter je werkt... Dan krijg je hem, en dan moet je van boven naar beneden. Ja. En dan willen we natuurlijk hier een mooi recht naantje krijgen. Hè? En dan ga je snijden, snijden, snijden. En dan zie je, als het goed is, verschillende kleuren komen. Hier aardewerk gevonden wat in ieder geval aan de 14e eeuw is te relateren. En daar verderop hebben oude akkertjes gestaan, of oude schuurtjes gestaan. En als er schuurtjes hebben gestaan, is er bewoning geweest. En als er bewoning is geweest, ABC, dan is er ook geakkerd in deze contreien. Dus Liemt staat al even.